Vandaag heb ik een leuke bestelling gehad, namelijk glutenvrije banaanappel havermout pannenkoeken. Ja, die ga ik dus maken vanochtend en die breng ik mee naar Amsterdam voor een hele goede vriendin, want die heeft nogmaals dat bij mij besteld. Nou, wat ik hierbij gebruik is glutenvrije havermout, omdat zij net als mij glutenintolerantie heeft. En heeft ze zin in mijn heerlijke banaanappelpannenkoeken. Prima, ik ga mijn havermout glutenvrij ga ik malen met mijn koffiemolen, zoals je ziet. Daarna 1 à 2 bananen goed prakken. Dit kan ook als eivervanger gebruikt worden, maar ook natuurlijk voor een heerlijke smaak. Te vergeten 1 grote appel of 2 kleine appeltjes in stukjes snijden. Nou, omdat het een bestelling is, heb ik hier 500 gram havermout gedaan. Dus er komen ongeveer een stuk of 10 pannenkoekjes uit. Hè, maar normaal zou je gewoon 250 gram kunnen doen of 100 gram voor jezelf. En dan een halve appel of 1 kleine appeltje, 1 kleine banaantje. Nou, ik heb hier 2 grote bananen. Ik heb 1 grote appel en 500 gram havermout voor 10 pannenkoekjes. Als vocht doe ik of coconut water, Hel van Healthy People, of amandeldrink. 100% plantaardig natuurlijk, want dit is een vegan pannenkoeken. Als gist gebruik ik natrium bicarbonaat, dat is baking soda. Dat is rijstmiddel in deegwaren, etc. Nou, dit is de meest gezonde vorm in plaats van gist. Alles lekker mengen natuurlijk. Voor de zoetigheid mag je natuurlijk dadelstroop erin doen, biologische dadelstroop. Of agavestroop, biologisch natuurlijk, zo min mogelijk verwerkt. Een snufje zout, niet zoveel, het mag niet overheersen. Maar doe een snuifje zeezout, doe ik altijd. En pannenkoekjes met appelzijn is natuurlijk ook altijd heerlijk te mengen met kaneel. Ja, 1 of 2 theelepeltjes maakt niet uit. En ik heb ook gemalen kokosnoot ingedaan. Nou, omdat ik geen amandelen thuis heb, heb ik een klein beetje aroma amandel van Dr. Utker gedaan. Hoeft niet, ik vond het wel even lekker om een paar druppels erin te doen. Nou, ik heb mijn bak klaar, want dat is voor de bestelling dus. En straks gaat dit erin. Ik ben bijna klaar, zoals je ziet. Nog wat pannenkoeken erbij, ik denk een stuk of 5 nog. En dan is mijn bestelling klaar. Pannenkoeken zijn klaar. We gaan ook een beetje van ontbijten. Nou, dit zijn dus de pannenkoeken die ik vandaag heb gemaakt. Dit is dus de bestelling die ik mee ga nemen voor een vriendin. Ik heb hier dus heel veel heerlijke ingrediënten. Banaan, appel, kaneel, kokosolie, kokoswater, dadelstroop, etc. Prima! Nou, vonden jullie deze video een hele leuke video? Geef dan een thumbs up. Deel het met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En mocht je geen abonnee zijn, abonneer dan op Vegan Gloss. En tot de volgende keer. Daag!